Inkoppers wordt mede mogelijk gemaakt door Masita, Woonoutlet Zuid en Decathlon Kerkrade. Het is vrijdag 8 februari en wij zitten er weer klaar voor. We gaan beginnen met vrouwenvoetbal deze week. En we hebben bij ons John Bemer, van de coach van teammanager van Bekkerveld 1, de vrouwen. Klopt, hè? Dat klopt. Dat klopt, ik zit goed. Welkom. Laat ik maar gelijk maar even beginnen met de hamvraag. Heb je zelf ook gevoetbald? Ja, ik heb zelf ook gevoetbald. Ik ben eigenlijk begonnen bij Cesar in Beek. Uh-huh. Daar heb ik een begin gemaakt in de hoofdklasse. Toen zijn we naar de eerste klasse. Toen ben ik nog naar Heugem gegaan. Uh-huh. 2 jaar. Toen ben ik nog 1 jaar terug geweest naar Cesar. En toen ben ik naar Bekkerveld gegaan in 1996. Dat jaar zijn we kampioen geworden en heb ik nog 6 jaar gevoetbald. Zelf gespeeld in het eerste? In het eerste, ja. Okay. En toen ben ik eigenlijk gestopt. Ja, en nu zit je hier als teammanager voor vrouwenvoetbal bij Bekkerveld. Ja. En hoe is dat gebeurd? In het verleden heb ik de jeugd van Bekkerveld getraind. Mm-hmm. En dat heeft natuurlijk ook te maken dat mijn zoon daar voetbalde toen, Marvin. En ja, dan ben je sneller geneigd om trainingen te gaan doen. En ja. Natuurlijk gaat het allemaal vrijwillig. Daar vragen ze je voor. Dat ga je dan op een gegeven moment doen. En dat is hetzelfde met de vrouwenvoetbal. Mijn dochter voetbalde ook. En dan ben je betrokken bij het team. En vervolgens was John Jansen, hij is nu ook voorzitter van de vrouwenvoetbal, okay. Bekkerveld. Ja. Die was toen trainer. En toen hebben we in overleg met elkaar hebben gezegd van, zullen we het samen doen? Mm-hmm. En, voornamelijk als assistent. Maar zo ben je uiteindelijk van mannenvoetbal, via de dochter in dit geval, in het vrouwenvoetbal beland. Ja. Bevalt dat je? Ja, anders deed ik het niet. Mm-hmm. Ik ben nu 3 jaar, ben ik dus trainer-coach. En het begin vond ik wel even moeilijk. Ja. Mannen, voornamelijk in de coaching, in het aanspreken, is het bij mannen natuurlijk wat allemaal directer. Vrouwen moet je toch weer op een andere manier benaderen, dingen zeggen, wat je wel goed vindt, wat je niet goed vindt. En wat wil je daarin bereiken? Want ben je nu de teammanager, de coach of allebei? Of, ja, ik ben ze allebei. Allebei. Dus ik train. En wat wil je met de dames bereiken of wat zijn je persoonlijke ambities? Nu met de dames die nu in het team, wil ik eigenlijk bereiken voornamelijk dit jaar. We staan nu vierde. Mm-hmm. En dan wil ik bereiken dat we een plek als 3 kunnen eindigen. Ja. En voornamelijk daarna competitie kunnen doen, promotie, degradatie, ja, want om naar de hoofdklasse. De vrouwen van Bekkerveld spelen best wel hoog op eerste klasseniveau. Ja. Hey, hoe lang bestaat het elftal van jullie al? De dames elftal. Oh, dan moet ik verder teruggaan. Ja. Het is toen ik de jeugd nog trainde en het tweede elftal van Bekkerveld. Ja, dat zal nu toch zo'n 20 jaar geleden zijn. Toen zag ik al de meiden voetballen, maar toen was het niveau nog niet zo zoals het nu is. Dan was het meer spelende wijs, recreatief. Ja. En sinds John Jansen aan de slag is gegaan bij de dames, is het niveau eigenlijk opgekrikt. Ja. En is hij eigenlijk van de laatste 7 jaar van de 5e klas is hij doorgestoten, zeg maar. Naar is in 7 jaar tijd, van 5 naar 1? Ja. Dat wil wel wat zeggen. Dat is netjes. Ja. Er zijn er veel teams en clubs die gaan fuseren. Vooral met de jeugd zie je meer en meer. Ja. Hoe is dat bij jullie met de dames? Hebben jullie, zijn er al teams geweest die zeggen, we willen een keer een fusie? Of? Ja, we zijn nu lopen gesprekken met Valtania. Weet ik, daar hebben ze de jeugd eigenlijk ook proberen te laten fuseren. Bij de jeugd is het eigenlijk al gebeurd, bij de jongens. Ja, zo'n SCO, hè? Okay. Ja. En bij de dames was het nog eigenlijk ook zoiets van, het probleem was dat wij heel veel dames meisjesteams hadden, tot onder 19, mm-hmm. tot vorig jaar. En daar hebben ze eigenlijk besloten om dat
te verwijzen naar Waltania. Oké. Okay. Ja, Waltania is natuurlijk toch niet in de stad, niet dichtbij Aarveld, waar de voetbalclub is. En dan gaan de mensen afhaken dan? Dan gaan de mensen afhaken. Ja? En dat is wel heel zonde. Ja. Want hoeveel teams had Bekkerveld, vrouwenteams? Als je zegt vrouwen, ja, één. Één vrouwenteam en dan de rest jeugd. Jeugd. Onder 19 en dan iedere lichting. Ja. Oké, okay. En dat is nu dus niet meer dit jaar? Sinds dit jaar. Onder 19 is weggevallen. Oké. Okay. Dat is jammer. Dat is wel doorgeschoven naar de vrouwen van Waltania. En daar is eigenlijk wat we nu nog hebben, is geloof ik onder 17. Dat is eigenlijk een B, hè? Mm-hmm. Elftal. Een C hebben we nog, een D hebben we nog. Ja. Maar eigenlijk, als je naar onder 19 gaat kijken en volwassen, ja, dat is eigenlijk. En komend jaar gaan jullie dat proberen te veranderen weer. Oké. Okay. Ja. Dus dat zijn mooie ambities. Nu zit je in de vrouwenvoetbal. We gaan daar dadelijk nog op door. Maar als je nu van een club een aanbieding zou krijgen om een eerste team in het mannenvoetbal te gaan trainen, wat zou je dan zeggen? Nee. Nee? Nee. Waarom niet? Omdat mijn ambitie heeft nooit ergens bij een eerste elftal gezeten. Nee. Om daar te gaan trainen. Eigenlijk een beetje meer bij de jeugd. Ik heb dat bij de senioren nog gedaan. En dat is net wat ik zei, ja, ik ben op een gegeven moment, even kijken, in 2005 ben ik eigenlijk gestopt. Ik heb op een gegeven moment TC3 gedaan. Ben je gewoon betrokken met Alicia, die we dadelijk ook nog aan tafel gaan krijgen. Dus wat vind je van het voetbal in vergelijking met het mannenvoetbal, het vrouwenvoetbal? Omgeving, hoe bedoel ik dan? Het verschil, hè? Ja, het verschil. Ja, het verschil is voornamelijk op bepaalde leeftijd. Ik heb dat eigenlijk ook wel altijd meegemaakt, ook met Alicia. Is vanaf zeg maar de jeugd, F tot en met de C, gaat het gelijk op, als ze talent hebben. Ja. Op het moment dat ze van B naar C gaan, merk je op een gegeven moment dat de ontwikkeling van mannen, fysieke kracht, fysieke snelheid, kracht het verschil. Ja. En maakt dat in het spel dan ook iets uit? Want ja, als je dan zegt van fysieke kracht, dan ga ik ervan uit dat ze op een gegeven moment in een volledig damesteam of een meisjesteam terechtkomen. Ja. Krijg je dan een ander voetbal? Bij de dames bedoel je? Ja, ja, bij de dames is het meer gericht op samenspelen, het leuk hebben voornamelijk, alles samen doen. Is het ook hard? Want ik heb op Facebook wel eens van die beelden gezien, dat is dan van het WK of zo. En daar zijn toch behoorlijke speelsters die keihard zijn, aan haren trekken. Is dat op amateurniveau ook? Ja, je merkt wel dat ze best wel gemeen kunnen zijn. Ja, okay. Ja, gezien jullie spelen één eerste klas, hè? Ja. De sterkte en zo, en het aanbod van het vrouwenvoetbal hier in de omgeving, hè? Jullie moeten best ver reizen. Heb je dan wel mogelijkheid om je tegenstanders te kennen? Want waar moeten jullie allemaal heen? We zitten vaak in de buurt van Breda tot aan Arnhem. Eigenlijk ga je uit van verschillende systemen. De eerste ga je van een 4-4-2 uit. Je probeert 4-3-3 te spelen. Je kijkt op een gegeven moment van hoe sterk een tegenstander is. En dan pas je op een gegeven moment, dat bespreek ik ook met de dames vooruit, van als. En wat ik dan merk is dat het best wel werkt. En inderdaad wat je zegt, de informatie, daar ben je afhankelijk van. Trainers van anderen. Dus in principe ga je uit de sterkte van je eigen team. Ja. Zo zeggen. Je hebt thuis gewonnen met 1-0 van de komende tegenstander. Dus dan weet je dat het uit wat moeilijker zal worden. Zal wel moeilijker. Ja. Damesvoetbal is een opkomst. Heb je daar wat van gemerkt qua populariteit? Ledengroei of? Ledengroei is meer bij de meisjes. Ja, dus bij de meisjes van Bekkerveld. En merk je dat verband heeft met de goede prestaties van het nationale team? Ja, dat weet ik niet. Dat kan ik niet zeggen. Nee. Denk je dat er genoeg talent zit om te zeggen, we gaan een hele hoge competitie spelen? Ja, ik denk zelf dat er zeker talent is. En natuurlijk moet je talent ook vinden. Mm-hmm. Bijvoorbeeld,
Ja, spelers, je hebt geen tijd eigenlijk en je hebt de mensen ook niet om over te laten kijken waar goede talenten zijn. Dus soms hoor je wel eens van sommige trainers of van mensen die ergens spelers hebben gezien. En dan is het aan John Jansen, meestal leg ik het aan John Jansen om te kijken van kunnen we ergens spelers halen. We moeten een beetje op de tijd letten, dat gaat allemaal razendsnel en ik zou graag langer willen praten, maar we moeten een beetje opletten. Dus zullen we gaan proberen. Is goed. Ja. Vet. Vet? Ja. Oké. Okay. John, de shootout. Even de punten scoren. In het midden onder 25, rechts 50, links 75 en boven in het midden 150. Succes. Ja, dank je. 5 pogingen. Oeps. Oh, maar dan krijg je 5 punten voor, hè, in doel. Alsjeblieft. De derde. Het scheelde niet veel. De vierde, John. De laatste. Wat zijn toch al 20 punten? Ja. Nee, is niks aan de hand. Ha. John, dat waren 25 punten. Ja. Prins was een jaar of 12, 1955, toen is hij eigenlijk begonnen met deze ongelooflijke hobby. En ik denk zelf van een klein beetje dat het een uit de hand gelopen hobby is geworden. In de jaren 57, 58, 59, toen organiseerde Fortuna 54 een heel groot internationaal toernooi. Er waren onder andere Bolton Wanderers uit Engeland, Armania Aken, nog steeds zeer bekend. Alleen afgezakt, jammer genoeg. En Botafogo uit Brazilië. En zelfs aan Botafogo, die Braziliaantjes, kreeg Funs de handtekeningen en foto's. En zo kunt u hier ook de foto's bewonderen van bijvoorbeeld Garrincha, van Didi, van Santos, van Vava. In die tijd wereldberoemde voetballers. Ik ben met 13 jaar begonnen, niks weggegooid. En zo is die hobby groter geworden. Want ik heb thuis een kamer, die heb ik allemaal vol met alles. Laaien met alles volbak. Je kunt het zien hier, bij het huis waar we wonen. Daar heb ik gevraagd, of was er niks voor hier? Ja, zegt die vrouw, dat was leuk zijn voor hier te organiseren. En zo hebben we dat gedaan. Het sparen van voetbalplaatjes, vindt u dat niet achterhaald? Nou, als ze nu op een moment bij de winkel is en de kijk zo naar de jeugd en die zijn dan vragen, hallo, mag ik ruilen, mag ik dit, mag ik dat, dan denk ik het van niet. Hè. Nee, het blijft toch altijd wel in, hè. Dat zie je tegenwoordig ook nog, vooral de kleintjes, die blijven ook sparen natuurlijk. Ja, ja, zeer zeker. Hè. Dat, ja, dan zie je het, ja, wie het geeft. Hè. Dus, en van hij op een gegeven moment, als ze maar bijsparen, dan zie je wat het vervolg kan zien. Hè. Ik hou me dat hier in de buurt, hè. Ik ga niet ver weg mee. Ik heb internationaal, ja, wat ik zei, de vogel. En Bolton Wanderers, die heb ik de handtekening van met foto's, dat wel. Maar ik heb de Essen-foto's, die waren in 1958 kwamen die uit. Dat was de eerste divisie nog, A en B. Dan misschien weet je dat niet meer, maar die heb ik allemaal, kun je allemaal nagaan. Ik doe niet aan het sparen van voetbalplaatjes, maar ik heb wel grote bewondering voor Funs dat hij dit allemaal heeft klaargespeeld. En stel, u spaarde ze wel. Welke speler wou u echt zeker weten hebben? Nou, ik had altijd een hele grote bewondering voor Abel Enstra. En voor Jan van Beveren. Abel Enstra, speciaal voor mij. Waarom? Omdat wij waren bij Rapid JC. En voor een handtekening, die kreeg ik niet. Die hadden verloren. Maar die kreeg naar de hand wel een foto met een script achter zijn naam erop gestuurd. Dat vond ik ook wel leuk. Wat denkt u dat uw hele verzameling waard zou zijn in geld? Heb ik geen deel van. Zou ik niet weten. U zou het niet weten. U heeft zoveel. Zou me niet interesseren. Ik heb zo heel veel gekocht van Panini. Daar heb ik ook heel veel van, maar ze zijn eigenlijk duur geworden. Want er zijn weinig mensen die sparen. Je kunt bijna niet ruilen.
Ik heb zo'n 20.000 bijna. Dus wat moet ik? Ik weet het niet, wat is compleet, hè? Ik heb Eredivisie allemaal compleet. Buitenland, wereldkampioenschappen heb ik plaatjes van. Alles, dat heb ik allemaal in de boeken gedaan. En wat zegt uw vrouw en of familie ervan? Die vinden het leuk, af en toe ja. De vrouw, we zijn nu mijn grootgebracht allemaal, hè? Met de kleindochters en mijn schoonzoon. Die helpen mee met pastisseren van foto's, helpen ze mee. En is er ook één plaatje waar je echt geen afstand van kan doen? Ik denk van genenen. Bij ons is inmiddels aangeschoven Alicia Bremer. Sorry. Ja. We hebben net de voetbalplaatjes gezien. Heb je ze ook gespaard? Ja, ik heb alleen de vrouwen van Nederlands elftal gespaard. De vrouwenteams? Ja, de mannen niet. De mannen niet. Want het vrouwenplaatjes is de eerste keer dit jaar dat ze nu de vrouwenplaatjes hebben. Dus ik dacht, ja, dan wil ik ze ook sparen. Ja. Ja. Dus, maar hoe ik eraan ben gekomen, komt, want ik loop stage op de basisschool. En dan vraag ik altijd aan de kinderen, hebben jullie dubbele? En ik krijg altijd de dubbele van de Nederlands elftal. Dus ja, zo heb ik ze bij elkaar gekregen. Oké, dat is wel heel mooi, hè? Dus ja. Ja. Goed, hoe ben je met je voetbalcarrière begonnen? Want hoe oud ben je? Ik ben nu 18. 18. Ik was begonnen toen ik 4 jaar oud was. Maar daarvoor was ik altijd al bezig met een voetbal. Ja. Het maakt niet uit, was ik 1 jaar was ik al met een balletje aan het spelen. En toen ik 4 jaar was, ging ik naar de mini-F. En zo heb ik eigenlijk alle jongensteam doorlopen. En ik ben bij de C1 ben ik gestopt bij de jongste voetballen en ben ik daarna naar de dames 1 gegaan van Bekkerveld. Dus maar je hebt iedere keer ook bij Bekkerveld gevoetbald? Ja, altijd bij Bekkerveld gevoetbald en in de Bekkerveld jeugd ben ik nog gescout door de KNVB. Ja. Heb ik nog 7 jaar gevoetbald en ik ben nog uitgekomen voor het Nederlands elftal onder 15 en 16. Maar helaas door een blessure aan mijn lease heb ik dus dat niet mee kunnen doen om naar Portugal te gaan. Anders had je mee mogen naar Portugal. Ja, zo. Naar Portugal kunnen gaan. Maar de concurrentie was ook al heel hoog bij het Nederlands elftal. En ja, dus ja, uiteindelijk met die blessure erbij is het extra op dat ik daar niet naar Portugal heb kunnen gaan. Dat doet nu wel extra pijn. Ja, dat wel eigenlijk. Ja. Maar je bent nog jong, hè? Toch? Ja, 18 jaar, 18. Dan zijn er nog kansen. Heb je nog ambitie? Ik heb nog ambitie om na mijn studie, dat ik alles heb afgerond om... Bijvoorbeeld als ik door een club word gevraagd, bijvoorbeeld Ajax of PSV of andere profclubs, zou ik wel willen gaan. Mm-hmm. Welke positie speel je? Ik speel spits. Speel spits. Ja. En hoe is het gegaan de afgelopen seizoen? Afgelopen seizoen? Ik heb er nu 3 gemaakt in de beker. En ja, voor de rest heb ik niet meer echt gescoord. Ja. Vorig seizoen heb ik wel 7 doelpunten gemaakt. En ja, dan ging het eigenlijk wel goed. Ja. Dus Oké. Ik vraag me af, hè. In het vrouwenvoetbal is er net zozeer als bij de mannen ook een derde helft? We hebben altijd wel hip-hop opstaan of lekker met de meiden, van die hele grappige muziekjes zouden er opstaan. Echte meidenmuziek of toch niet? Ja, eigenlijk all around alles eigenlijk. Ah, top 40. Dus, top 40 wel wakker. En dan ook een derde helft? Ja, ook een derde helft. Dus altijd bijvoorbeeld ook na de trainingen of... Na de wedstrijd doen we altijd wat drinken of gezellig wat eten ergens of zo. Ja, na iedere training even bij elkaar. Ja, even bij elkaar komen en dan een beetje bijkletsen om toch een teamband te behouden. Hey Alicia, wie is jouw grote voorbeeld in vrouwenvoetbal? Ja, voor mij Lieke Martens. Ja, ook weer Lieke. Dus Lieke Martens, ja. Het is gewoon hoe zij voetbalt, dat is eigenlijk voor mij een voorbeeld. Zij staat eigenlijk op de rechter vleugel en eigenlijk meer voorin en dat is ook mijn voorbeeld om... Zo te spelen. Mm-hmm. Dus gewoon, ik vind een hele goede voetbalster, om het zo te zeggen. Goede techniek, goed schot, ziet iedereen. Dus ja, dat is echt mooi. Oké. Okay. Mm-hmm. Nou ja, goed, dat is mogelijk. Maar er zijn ook buitenlandse voetbalsters, denk ik, die nog aardig kunnen voetballen. Maar toch Lieke Martens. Toch Lieke Martens, oké. Of het land, later misschien. Ja. Dat het toch Spanje kan worden. Ja. En heb je daar ook dubbele van Lieke? Ja, we hebben ook dubbele van, ja. Eentje. Eentje. Ja. Hoe ziet zo'n seizoen van gemiddelde voetbaldame, hoe ziet dat eruit? Zijn de regels of het aantal wedstrijden denk ik, zijn minder dan bij de mannen? Hè? In jullie competitie? Volgens mij wel. Want wij hebben in totaal 12 in de competitie. Ja, dan heb je 1000 uitspelen. Er zijn er 24 wedstrijden wat te spelen in totaal. Ja, dan heb je toch vaak nog een compensatie met oefenwedstrijden, denk ik. Ja, we hebben ook oefenwedstrijdjes ertussen. Spelen ook vaker dan tegen Limburgse clubs of Belgische clubs vaker. Oké. Dus, Oké. We hebben met de heren wel eens erover gehad. Hoe vinden jullie het kunstgras?
Ja, ik vind de kunstgras wel fijn aan de ene kant. Want ja, ik ben niet beter gewend. Ik heb wel vroeger natuurlijk altijd op gras gevoetbald bij de jeugd. Maar ik vind kunstgras eigenlijk veel fijner. Want als je bijvoorbeeld dribbelt, heb je niet echt het gevoel dat de bal meteen voor je voet afstuit. Want op gras heb je dat dan wel vaker. Ja, okay. Maar vaak moeten we ook uitspelen en dan moeten we op gras spelen. En dan moet je wel wennen als het bijvoorbeeld geregend heeft. En dan schuift de bal door en dan moet je wel even aan wennen. Maar ik vind het eigenlijk helemaal niet erg werk eigenlijk op voetbal. Maar mijn voorkeur gaat wel naar kunstgras. Maar er zitten niet veel ploegen in de buurt hier. Nee, dus we moeten eigenlijk alleen maar naar Brabant of Gelderland voor uitwedstrijden. Ja. Zoals FC Eindhoven Vrouwen 2 dan. Ja. We hebben dan Orion in de competitie. En waar ligt dat, Orion? Volgens mij ligt het in Brabant of Gelderland. Die kant op moeten we. Dus, minimaal een uur rijden. Ja, minimaal een uur of soms wel anderhalf uur. Het ligt er altijd aan. Ja. En wat vind je daarvan? Ja, aan de ene kant vind ik het ook leuk dat we daar naartoe gaan. Want het is toch een nieuwe ervaring van hoe Brabant en Gelderland spelen. Aan de andere kant is het ook wel van, je moet zo lang reizen en je moet al zoveel voor school ook doen. En dan ben je soms gewoon een hele dag kwijt. Ja. Ja. Want dat hadden we toen met de bekerwedstrijd tegen RVVH in Rotterdam. Toen moesten we twee uur in de auto en bus zitten. En toen was de hele dag weg. En het resultaat toen? Ja, hun speelden topklasse. Hadden we met 5-1 verloren. Maar het was wel een hele leuke ervaring om daar tegen te spelen. Ja. Want je merkte ook, vooral bij de RVVA, bij topklasseniveau, dat je eigenlijk heel weinig kan doen. Dus je kan niet veel lichamelijk contact maken, want de fluit meteen een scheid. Okay. Dus het is heel anders, ander niveau en andere. Maar jullie hebben wel KNVB-scheidsrechters normaal dan? Ja, hebben we altijd KNVB-scheidsrechters. Maar je merkt dat het daar iets korter en iets strakker wordt gehouden? Ja, okay. Veel zijn strakker jullie dan zo'n eigenlijk fysieke ploeg die zo fysiek voetbalt? Ja, we spelen wel fysiek, ja, om het zo te zeggen. Ja. En soms krijgen we ook fysieke tegenstanders. Ja. Dus moet je wel altijd kunnen tegenweren. Je moet een beetje kunnen knokken. Ja, ja, niet knokken, maar een beetje niet tegenweren. Letterlijk, maar weren. Ja. En als jij naar de doelpunten kijkt die je afgelopen seizoen hebt gemaakt, heb je een favoriete doelpunt? Ja, de favoriete doelpunt was toen ik 2 doelpunten in de wedstrijd had gemaakt, was de bal lag rond de 16. En schoot ik me zo van de rechterkant naar de linkerhoek, zo in de kruising. Okay. Hele mooie goal was dat. Dat was na mijn blessure was dat toen. Ah, dat is altijd lekker terug. Ja, dat is een hele mooie. Tweede doelpunt in die wedstrijd. Ja. Okay, dat was echt een hele mooie goal was dat. Hey, jullie staan nu vierde? Vierde staan we nu. Ja, wat waren de verwachtingen voor het seizoen? Wat had de trainer voor verwachtingen? Van bovenin of middenmoot? Ja, natuurlijk is het doel om kampioen te worden. Ja. Maar we hadden ook heel veel nieuwe speelsters erbij gekregen. Ook natuurlijk wat oudere vrouwen, maar die... Ja, oudere vrouwen. Die komen ook van een heel hoog niveau. Komen ze van Fortuna hebben ze gespeeld. Ze hebben altijd heel hoog gevoetbald. Mm-hmm. En dat was even wennen met het team. Mm-hmm. Maar de verwachting was eigenlijk echt kampioen en een beetje middenmoot van op die plek waar we nu ook staan. Nou goed, dan doe je toch vrij goed. Hè? Wat was jullie zwaarste tegenstander voor jezelf? Oh, de zwaarste of moeilijkste dan in het echt voetballend? Nune staat nu eerste. Daarna hebben we ook van verloren. Maar aan de ene kant konden we ook van dat team winnen. Dus eigenlijk een beetje van, toch waren ze de beter omdat ze toch gewonnen hadden. Ja. Zei ik dan Nune dan. Okay. En FC Eindhoven was, lang verhaal. Oh. Ja. We laten die weg. Nee, laten we die maar weg. Betekent dat je vader trainer is, dat je dan zelf een extra stap moet doen op de trainingen en wedstrijden, toch? Ja, altijd. Want ik merkte ook vooral als je dan gaat voetballen, dat je dan extra toch een oog extra op je wordt gekeken van, zie ik vooruitgang of zie ik... Ja. Toch dat iets minder gaat wat dan beter moet. Dus ik moet me altijd presteren. Dus, anders krijg je kans. Ja. De vijfde kolonne gaat dan gewoon zeggen van, is de dochter van de trainer. Die speelt altijd. Ja, want dat... ben je daar echt zo bewust van? Ja, ik ben er wel echt bewust van. Want het kan niet zo zijn van, mijn vader is trainer, ik sta op. Nee, natuurlijk niet. Nee, want het is gewoon, hoe je voetbalt, is ook dat je de basisplek verdient. Mm. Dus als je gewoon goed speelt, sta je in. Sta je erin, bedoel ik. En je hebt meestal je basisplek ook wel. Ja. Of altijd, tot nu toe? Ja, tot nu wel altijd, maar ik word ook soms gewisseld. Ja. Dus, maar ik sta wel vaak op basis. Ja. En wat zijn je ambities voor bijvoorbeeld na dit seizoen? Weet je dat? Om gewoon door te gaan bij Bekkerveld. Ja. En ook gewoon mij te ontwikkelen om nog beter te gaan voetballen. Want ik merk nu ook dit jaar dat ik al stappen vooruit heb gezet, ook qua techniek. En alles is ook verbeterd, om het zo te zeggen. Okay.
Dus ja, dat is het eigenlijk, mijn ambitie om beter te worden en misschien ooit weer eens door een club gevraagd worden. Ja. Zijn er in het vrouwenvoetbal, zijn er dingen die anders zijn dan in mannenvoetbal? Volg je dat ook? Ja, ik merk wel vooral toen ik bij de jongens had gevoetbald, bij de mannen, dat ik dan natuurlijk een hoger niveau is. Dat het allemaal sneller gaat, technisch, en dat het allemaal sneller gaat. En bij de vrouwen is het natuurlijk ook echt om het teamgeest van... Het moet een goede sfeer in een groep zijn, dan zie je dat ook op het veld. Stel je voor ons een negatievere sfeer in een groep, dan merk je dat ook in het voetbal. En dat heb ik wel heel erg gemerkt bij de mannen en het vrouwenvoetbal. Okay. Dus ja, bij de mannen natuurlijk, daar worden ze ook betaald. En dan bij de vrouwen dan niet. Misschien dat ze daar iets in de toekomst mee moeten doen. Ja. Met amateurclubs, dat we een vergoeding krijgen. Hoe zit het met de blessures? Zijn de dames daar minder gevoelig voor als de heren? Zijn er bij jullie ook die zo doorrollen? Of ja, valt dat mee? Zijn een hele... Ja, de vrouwen zijn eigenlijk wel wat gevoeliger met blessures. Dat merk je gewoon ook heel erg nu in het voetballen. En vaker zijn ook dan dames dan uitgevallen. Ik val er dan ook onder, want ik heb ook vaker... Dan had ik hem aan de enkel, toen aan de lease. En... Maar het is wel op te vangen met de selectie. Ja. We hebben grote selecties en fit. Ja, we hadden in het begin van het seizoen hadden we er 19. En nu hebben we er 15. Want er zijn wel een paar meiden weggegaan. En, En als jij je voetbalcarrière hebt gehad, ben je dan van plan de carrière van je pa te volgen? Ja, daar ga ik nog heel goed over nadenken. Of ik misschien ook een teamje wil trainen. Ja. Want ik heb dat wel eens gedaan. Heb ik de E7 getraind. En ja, dat vond ik wel heel leuk om te doen. Maar mijn ambitie is, als ik de school heb afgerond, het CIOS, wil ik nog graag naar het FONTIS, naar het ALO-opleiding, en wil ik graag gymdocentenkant op. Is dat een sportopleiding? Ja. Is dat ook in Eindhoven dan? Ja, dat is in Eindhoven. Het CIOS is dan een Sittard. Ja. Kun je niet via CIOS op de trainercursus dan? Dat kan ook. Dat kan ook, maar ik wil toch echt graag eigenlijk de gymdocentenkant op. Ja, oké. Okay. Wil je altijd winnen? Ja, vroeger had ik dat heel heftig, van ik wil winnen. Maar nu is het eigenlijk... ietsjes minder geworden van, kijk, als het zo is, dan is het zo. Ik heb altijd de neiging om te winnen, maar als het niet gaat, dan gaat het niet. Dan ga ik me niet boos over maken, ik wil winnen. Ik zou daar toch niet mee thuis durven komen, dat je dadelijk op de doel gaat schieten. Ja. En dat je niet gaat winnen. Ik zou wel weten wat ik zou willen. Dan komt wel mijn winnersmentaliteit omhoog. Oké, zullen we dat eens gaan proberen dan? Er staat een pop, dan kun je wat afregen als het zou moeten. Nee, is goed. Gaan we eens kijken. Ja. Alicia, ook voor jou de shootout. Ja. Moment suprême, hè? Dochter-vader duel. Even nog snel de punten. In het midden onder 25, rechts 50, links 75 en bovenin 150. De topscore. 5 pogingen. Succes. Oké. Okay. Goed. Ik geef je even een nieuwe bal. Pakken we die dan. Nummer 2. Het scheelde niet veel. Nee. De derde. Ja. Wat zat er aan te komen, John? Ja, ik voel hem. De vierde. Oeh, jammer. En de allerlaatste. Hey, wel nog 5. Ja. Top gedaan. Dankjewel. Dimitri? Ik weet wie de winnaar is van het duel. Yes. 165 punten heb je gehad. Ach, gelukkig. Je krijgt 5 punten voor ieder die in het doel gaat. Ja, en 150 erin. Een pap moet slim zijn, denk ik schiet er 5 over de grond erin. Ja. John, kom erbij. Het zit er weer op. We hebben een winnaar. Proficiat. Dit is misschien ook het beste voor de verhoudingen thuis. ik wil u hartelijk danken voor het kijken en ik hoop dat u de volgende keer weer kijkt. Inkoppers werd mede mogelijk gemaakt door Masita, Woonoutlet Zuid en Decathlon Kerkrade.